Dat zie je zo. Nu eerst ander nieuws. We willen straks een school kunnen kiezen. Dat zeggen kinderen van een basisschool in Barneveld. Nu zijn er in die gemeente alleen godsdienstige middelbare scholen. De kinderen willen er graag een openbare school bij. Daar leer je allerlei culturen en geloven zitten daar bij elkaar. Nou, openbaar mag eigenlijk iedereen. Al het geloof mag erheen. En het christelijke is meestal voor het christelijke. Op de christelijke school ga je ook bidden. En als je dat niet gewend bent, dan is dat heel raar. Oké, de bidbel. Iedereen is nu even stil. En je krijgt de gelegenheid of om te bidden voor je eten... of je gaat gewoon even denken aan iets moois. Bidden, dan zijn die gewoon stil. Ja, en verder zijn ze gewoon eigenlijk hetzelfde. Nou, het is niet erg, je doet gewoon overal mee. En je voelt je ook niet buitengesloten ofzo, dat je niet christelijk bent. Maar het betekent wel dat je je moet aanpassen aan bepaalde dingen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je zelf de keuze hebt of je dat wil. En natuurlijk mag je er komen, maar je moet je aan de spelregels van die school houden. Ja, de kinderen hier die kunnen natuurlijk wel naar voortgezet op. Ja, er ging even iets mis met dit filmpje, want er zat geen stem onder van Tamara. Zoals je er net al wel even hoorde, maar dat gaan we nu opnieuw proberen. En dan hoor je er wel, dan vertelt ze het hele verhaal. Let maar op. Overal worden posters opgehangen, want de kinderen hier op openbare basisschool Het Startblok in de gemeente Barneveld willen straks graag naar een openbare school voor voortgezet onderwijs. Op een openbare school, daar leer je allerlei culturen en geloven zitten daar bij elkaar. Nou, openbaar mag eigenlijk iedereen, al het geloof mag erheen en het christelijke is meestal voor het christelijke. Op de christelijke school ga je ook bidden en... als je dat niet gewend bent, dan is dat heel raar. Oké, jongens, dit was de bidbel. Iedereen is nu even stil. En je krijgt de gelegenheid of om te bidden voor je eten, of je gaat gewoon even denken aan iets moois. Op het christelijke Johannes Fontanus College in Barneveld wordt inderdaad gebeden tijdens schooltijd. Maar iedereen is er welkom. Ik ben niet christelijk. Als wij bidden, dan zijn we gewoon stil. Ja, en verder zijn ze gewoon eigenlijk hetzelfde. Nou, het is niet erg, je doet gewoon overal mee. En je voelt je ook niet buitengesloten ofzo, dat je niet christelijk bent. Maar welkom of niet, er moet een keuze zijn, vinden de volwassenen die de actie zijn begonnen. Maar het betekent wel dat je je moet aanpassen aan bepaalde dingen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je zelf de keuze hebt of je dat wil. En natuurlijk mag je er komen, maar je moet je aan de spelregels van die school houden. De kinderen hier die kunnen natuurlijk wel naar voortgezet openbaar onderwijs. Maar ja, het probleem is dat ze nog hartstikke ver moeten fietsen. Wel een kilometer of 10, 12 of zo. En ze willen liever in hun eigen gemeente een school. Barneveld is dichterbij, veiliger. En je wordt nu eigenlijk, als je naar een openbare school wil, gedwongen om naar Amersfoort te gaan. De leerlingen van het christelijke college snappen dat je dicht bij huis naar school wil. Maar een hele nieuwe school... Een beetje overdreven, want ja, je kan ook gewoon hier naar school. Dus een heel veel verschil zit er natuurlijk niet tussen een openbare en een christelijke school. Dus. Uiteindelijk moet de gemeente aan de minister van Onderwijs vragen of er een openbare school bij mag komen. Er moeten dan ongeveer 300 leerlingen naar zo'n school willen. De posters moeten daar reclame voor maken. En er is een prijs voor de poster op de meest bijzondere plek. Of de nieuwe middelbare school er ook gaat komen is nog niet bekend. Eerst moet er geteld worden hoeveel kinderen er naartoe willen.